Strijkgenoten, welkom bij Altena Draai Door. Dit is het vervolg op de Vogelkijkhut op het droomland van Mewis Millenaar in Dussen. Ik praat in deze zevendelige serie met kunstenaar en wereldfietser Rinus Verhoeven, de bioboeren Christian van Winde en Saskia Kemmeren van de Bloemplanthoeve, Herman en Mieke van den Heuvel van de kaasboerderij Ginderen, Arjens van Gammeren van Quasar Holland Giessen, Ewout van Wijk Giessen, wethouder Sjaasjai Karim van de gemeente Altena en Kees van Wendel de Joden en Marco van Driel van TMS Werkendam. Ja, de gast nu in Altena draait door. Herman en Mieke van den Heuvel van de kaasboerderij in Ginderen, de Lange Hoeve. Bekend in Nederland intussen. Maar Herman, kijk even naar jou. Ooit is het begonnen in het centrum van Ginderen. Ja, je kijkt moeilijk, maar er stond een boerderij. En die is toen verhuisd naar buiten het dorp. Ja, en klopt. Dit is de kaasboerderij geworden, maar vertel er nog iets over. Onze boerderij heeft alle familie en alle boerderijen stonden vroeger gewoon in het hartje van het dorp. En aan de hand daarvan zijn die boerderijen uitgebouwd naar buiten vanuit de dorpen. En daar zodoende hadden we midden in het dorp ons bedrijf. En in 1968 hadden we bij ons in de regio de Ruivenkaveling. Ja. En zodoende kregen we met de Ruivenkaveling kregen we buiten Gender aan de provinciale weg 40 hectare. 40 hectare. En hebben daar mijn vader toen een nieuw bedrijf gesticht. Ja. Ja. Ja, en het was een akkerbouw, veeteelt hadden ze in Genderen en vlas en boomgaard, ze hadden daar echt van alles. Ook nog. En mijn vader is toen in eerste instantie gaan specialiseren in veeteelt en akkerbouw. Ja, combinatie wel. Ja, gemengd bedrijf, om zo te zeggen. Ja, gemengd bedrijf. Ja. En heeft hij op een gegeven moment de vooruitziende blik gehad om daar een kaasmakerij bij te beginnen? Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat was in 1970 al, 2 jaar later. Toen had je iets van, ik wil wat verbreden, ik wil mijn melk beter gaan vermarkten. En toen kwam je op het idee om kaasmaakcursus te gaan volgen en dan ook kaas te maken op zijn eigen bedrijf. Goh. Dus dat was al vooruitstrevend en goed gedacht om die dingen op te gaan pakken. Zo, vooruitstrevend van. Ja, nee, dat is mooi toch? Jij kwam in een gespreid bedje. Ja, daar kwam het bijna wel op meer. Bijna. Nee, maar toen is het begonnen. Zo rond 1970, die kaasmakerij, deed je dat zelf allemaal? Of hoe ging dat? Nou, mijn vader had dan wel 2 zoons en een dochter, laat het zo zeggen. Dus, en die waren toen nog redelijk jong. Ja. Maar ja, ik ben van eentjes 62. Ja. Dus ja, ik was toen al 6 natuurlijk, toen we daar naartoe gingen. Dus ja, ik werd ook al gelijk ingeschakeld. Ja, tuurlijk. En we hadden wat werknemers. En dus we hadden werknemers die ook de boerderij mee deden. Want we gingen ook gelijk al 100 koeien melken in 1968. Ja, en toen ging het nog niet zo makkelijk als in deze tijd. Een flinke boer in 68, 100 koeien. Ja, nee, dat was... en ook al een leegboksenstal had je toen gebouwd. Ja. Dus nee, zoals we toen straks zeiden, hij was vooruitstrevend. En ja, dat was je ook echt. Maar ben jij ook volgens mij toch? Nou ja, ik en mevrouw vader en zoon, jouw vader, jouw vrouw ook. Want Mieke komt uit Giessenburg. Ja, ja. Ergens verlezen nog, Mieke? Ja. Boerendochter ook of niet? Boerendochter, ja. Ja? Ja. Wat dacht jij, ik moet naar Altena. Nou, dat had ik van tevoren niet bedacht. Nee. Maar het is natuurlijk prachtig om hier te zijn. En ja. Ik had het niet beter kunnen treffen natuurlijk. Nee. Nee. Maar heb jij nog een impuls gegeven aan de kaasmakerij of zo? Nou, dat heb ik altijd wel geprobeerd. Ja. Ja, we hebben altijd samen ondernomen. En we hebben geprobeerd altijd elkaar te versterken. En dus ja, we hebben de dingen die we deden, die hebben we altijd samen met veel enthousiasme opgepakt. Ja. En we hebben altijd geprobeerd te vernieuwen en te innoveren. En ja, markt- en toekomstgericht te blijven denken. Ja. Ja. Dat klinkt mooi. Maar wat is nou de kwaliteit van Herman? Van Herman? Ja, vertel eens even. Wat is de grote kwaliteit van Herman? Dat past niet in de uitzending. Anderzijds, wat is de kwaliteit van Mieke? Die is altijd bezig. Ze is altijd bezig. Toch? Ja, klopt. Die blijft aan het verzinnen, zeg ik dan. En ze blijft aan het ontwikkelen, ook in het bedrijf. Ja. En dat is de kracht van ons bedrijf ook weer. Van dingetjes bedenken en met de tijd meegaan. En op die basis je bedrijfsvoering richten. Ja. Dus eigenlijk zijn we daar toch eigenlijk altijd volop mee bezig.
Vanaf wanneer zijn jullie nou in het bedrijf gestapt? Ja, nou, we zijn in 1985 getrouwd. Toen is Mieke Gender komen wonen. Dus toen is Mieke ook volop in het bedrijf mee gaan draaien. Ja. Ja. Dus dat, ja, toen is Mieke toch al, ja, bij de bedrijfsvoering betrokken geraakt. En de winkel en alles wat erbij kwam. En er was er ook nog een gemengd bedrijf. Dus koeien en akkerbouw. Ja, ja, akkerbouw alleen maar ten gunste van de VO, van de koeien. Laat de ander ophouden. Beetje maar het was kaas. Hè? Dus koeien en kaas, dat is de stappen die we zetten. En daar aan de hand van zijn we aan het verbreden gegaan. Dat was het hoofddoel. Kaas, ja. Makerij. Ja, 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 ja. Ja, oh, knap. Ja, oh, nee, dat klopt. Je hebt zelf een cursus gevolgd, of niet? Ja, wij samen zelfs. Oh ja? Ja, ja, mijn vader is dan begonnen. In 1985 of 86 zijn wij op kaascursus geweest. En ja, toen hebben we ook de kneepjes van het vak geleerd. En ja, die hadden we nodig. Natuurlijk om voor de bedrijfsvoering, dat je ook weer kan sturen, ja. Dat je goede kwaliteit maakt. Dus zo'n kaascursus, is dat een cursus van 2 dagen of is van 2 jaar? Nou, 2 jaar is overdreven, maar je bent wel een jaartje op cursus met een bepaalde regelmaat. En wat gebeurt het dan? Is dat ergens in Nederland of zo? Ja, nou, er zijn misschien 300, 400, 500 kaasboeren in Nederland of die zuivel maken. En die gaan dan naar zo'n cursus. Ja, en ja, er zijn echt consulenten die altijd gespecialiseerd zijn in de kaas maken. En die dan, ja, in principe je de kneepjes van het vak leren. Ja. En dan ga je ook weer eens ergens naartoe om te kijken en je gaat even wat proeven van, is die kaas goed? Ja, je bent heel breed bezig om te onderzoeken ja, hoe je het moet doen. Ja, maar heb je ook een diploma kaasmaker? Of ja, hoe werkt dat precies? Jazeker, ja. Ja, en ook hè, wat we net zeggen van bacteriën blijven ook muteren. Het is niet zo wat je vroeger geleerd hebt als het nu, hè, dat het alsmaar door blijft gaan. Hè, de tijd verandert ook. En ook bacteriën die gaan zich anders opstellen. En ja, dan moet je ook altijd weer hebben. We worden ook nog steeds bijgeschoold om ons product ja, actueel te houden. Ja. 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 Dus je hebt al 2 gediplomeerde kaasmaker. Maar je hebt een aparte kaasmaker in dienst ook. Ja, 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 die is net zo oud als Miek is. Dus die is nog redelijk jong. Laat dan al houden. Maar hij werkt inmiddels al wel 35 jaar bij ons, denk ik. Ja. Dus die kent de kneepjes van het vak. Maar hoe kom je aan zo'n kaasmaker? Je kan niet eens een lasser ergens vandaan halen. Oh, nee. Een kaasmaker? Nou, dat is eigenlijk een gouden greep. Want als we tegenwoordig een advertentie zetten voor zulke soort werk, reageert er niemand meer om. Nee. Maar die jongen of jonge man, of die was toen nog jong, laat ik daarop houden. Ja. Die is eigenlijk van school direct bij ons begonnen. En die heeft er altijd heel veel plezier in gehad om kaas te maken. Ja, zo is hij begonnen. Ja. En die is gewoon leerling kaasmaker. Ja, ja, in eerste instantie vroeger hadden we dan iets minder werk in de kaasmakerij. Ging je achter mee beton storten, want mijn vader was altijd bouwen natuurlijk. Daar moest je mee helpen achter. Maar nou heeft hij een dagtaak eraan. Dus, ja. Die zorgt ervoor dat de kaas lekker is. Ja, super lekker. Ja, 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 ja. Maar als hij ziek is, dan doe jij het? Ja, dan lopen of wij. Jij? Nee. Nee, dat mag helemaal niet. Nee, dan mag jij niet meer. Nee, dan ga ik naar bed, laat het zo maar zeggen. Ja? En ik heb ook nog een medewerker die het ook kan. Oh, toch wel? Dus ja, de kaasmaker heeft ook vakantie natuurlijk, dus ja. Dan moeten we toch een opvulling hebben. En kunnen we het intern oplossen, laat het allemaal ophouden. Ja. Ja. Goed, maar op dit moment, hoe groot is je bedrijf? Vertel er iets over. Ja, 325 melkkoeien. En alle melk wordt tot kaas verwerkt op ons bedrijf. Ja, en dan hebben we 150 hectare grond die we dan ter beschikking hebben voor onze koeien en voor de ruwvoerwinning, laat het moeilijk woord zo maar zeggen. Maar je hebt geen akkerbouw meer? Ja, nog wel, want we hebben 30 hectare mais voor de koeien. Oh, ja. Ben je nog van plan 30 hectare buiten gaan pachten of zo, of niet? Nee. Het geld moeten we ook weer een beetje zuinig op zijn. Ja. En we kunnen eigenlijk rond met de hectares die we nu hebben. Dus qua ruwvoer hoeven we niet bij te kopen. Oh, dat hoeft niet? Nee, we hebben het eigenlijk, mijn inziens, hebben we het aardig op rit. Dan noemen ze de veedichtheid, toch? Ik heb al iets over gelezen. Zoveel vee hebben per hectare, anders gaat het niet goed. Klopt dat? Ja, ja, je kan wel. Ja, maar als ik iets dom zeg, dan moet ik het zeggen. Oh nee, zo dom is het niet, maar de veedichtheid is op een ander bedrijf, één bedrijf groter dan het andere. Ja. Wij zijn redelijk veedicht, maar door een goede bemesting, dan kan ik genoeg ruwvoer winnen op mijn eigen land. Ja. En daar zit ook verschil in natuurlijk. Ja.
Maar daarnaast moet je ook weer, ja, nou dat is in deze tijd niet te veel bemesten, want dat is ook niet goed voor het grondwater. Maar proberen we toch in proporties op een hele goede manier te doen. Dan krijg je weer geduveld met de drinkwaterleiding en zo. Ja, maar we zitten op de kleigrond, daar is hier benampen van toepassing. Nee, de grond die houdt de voedingsstoffen vast in de grond en dat zakt niet in één keer naar beneden. Dus eigenlijk zitten we hier op een hele goede grond. Nou, is het plan, las ik ergens, om de grondwaterstand te gaan verhogen? Is dat iets waar jullie last van krijgen? Ja, maar dat is niet hier, maar dat is meer op de veengronden. Oh. Omdat daar die gronden gaan zakken. Hier zakken de gronden niet. Oh. Dus zodoende is dat eigenlijk de veengronden waar dan het waterpeil verhoogd moet worden. Maar dat is hier niet van toepassing, mijn inziens. Jullie zijn een blije boer in Genderen? Ja, nee, we hebben plezier in de dingetjes. Mietje? Ja. Tenminste, dat ik jou tegenkom in de winkel, je bent altijd blij. Ja, probeer ik ook zeker te zijn. En zelfs streven, hè? Hoeveel personeelsleden heb je nu? Ja, we blijven groeien. Ja? Ja, we blijven groeien. Nou, mijn personeel groeien is niet goed natuurlijk. Maar, ik weet niet of dat nou verstandig is, maar... Nee. Nou, maar al die takken die we erbij zijn gaan uitoefenen, en hebben er toch wel, heb ik er wel 10 onder mijn hoede op het moment. Ja? Ja. Is het ook totaal voor het bedrijf ook? Totaal 10? Nee, we hebben in totaal wel... 13 of 14. Ja. Dat is voor de winkel? Ja, veel part-timers werken ermee. Ja. Dat is een streekwinkel eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. En dan ben je weer aan het verbouwen geslagen. Heb ik al gezien de laatste keer ik toevallig langs fietsen. Toen, gaat er gebeuren? Ja, een nieuwe look. En, grotere winkel? Grotere winkel, ja. Nieuwe producten en... speciaal ingericht voor pakketten. Hè. De pakketten zijn ook altijd een belangrijk onderdeel binnen het bedrijf. En dat onze kazen ook goed tot hun recht komen. Hè, want daar draait het om. Hè, we willen wel graag een streekwinkel zijn. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch vooral gericht op onze kazen. Ja. Hè, en daar heb ik ook altijd ook sterk voor ingezet. Hè, om de kaas goed te vermarkten. En dicht bij het product te zijn. En dat trekt de mensen. Hè? Daar komen de mensen ook graag voor bij ons. Hè? Die komen niet voor tierenlantijntjes, maar ze komen graag voor een goed stukje kaas. En met een lekkere kruidenkaas en met alle delicatessen daaromheen. Ja. En ook graag voor poppakketten. En die hebben we in heel veel prijsklasses. Dus, daar proberen we ook die hele markt proberen we te bedienen. Ja, nou, heb jij op een gegeven moment, jij vertelt tegen mij van... tijd geleden van, het geheim is de rauwmelkse kaas. Het geheim is de rauwmelkse kaas. Kun je het nog even uitleggen wat dat precies betekent dan? Nou, de rauwmelkse kaas is eigenlijk kaas die gemaakt wordt. Ja, melk die niet verwarmd wordt, wel tot 30 graden, want die heb je nodig om een goede kaas te maken. Maar we doen niet pasteuriseren, dan moet je hem naar 72 graden. Oh, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dan heb je geen rauwmelkse kaas. Dus, maar was dat toen uniek in Nederland of dat je meer kaasmakers had al? Nou, de boerenkaas is eigenlijk van oorsprong altijd rauwmelks geweest, kan het zo maar zeggen. He, die deed je niet verwarmen en dan krijg je een veel specifiekere smaak. Ja, dan krijg je een pittige smaak, krijg je. Ja, en daarvoor. Ja, en de melk was natuurlijk vers van de koe. Ja, en er zitten dan nog redelijk weinig bacteriën door het houdbaarheid van die melk dagen te verlengen. Dan kreeg je wat oudere melk, dan was de kaas ook niet zo lekker. Maar het is belangrijk, vers van de koe. En geen minder vet, want vet geeft ook een smaak. Dus die twee factoren, die spullen er in de smaak van de kaas. Maar bedoel, ik ben niet zo deskundig. Maar ja, dat geef ik ook niet. Maar goed. Maar betekent dat ook dat je speciaal voer aan die koeien geeft of zo? Nou, je kan nog wel wat dingetjes. Mengen, een beetje mengen, lekker melange dingen zo. Als je wat lijnzaad bijvoert, krijg je ook nog een smeuïge kaas. Laat zo maar zeggen. En dat doe jij. Maar, nee, denk het niet. Maar zo lekker is je bij ons nou ook weer niet. Nou. Maar je kan ook uien voeren natuurlijk aan de koeien. Dan weet je wel dat je allemaal uienkaas krijgt, want die uien die komen later weer in de melk terecht. Dus dat zijn ook, voer is wel specifiek belangrijk voor wat wij voeren aan de koeien. Moet je over nadenken. Ja. Dat doen jullie. Oh nee, je moet een lekker rantsoen voor de koeien hebben. En lijnzaad heb je niet echt nodig. Als je uitgebalanceerd rantsoen hebt, dan met lichte vetten, dan heb je geen lijnzaad nodig. Oké. En de veevoer, komt dat vanuit de buurt vandaan of zo? Regionaal? Of haal je dat is tegenwoordig bijna landelijk. Je hebt misschien wel 20, 30 voerleveranciers in Nederland. Misschien nog wel een paar meer.
Maar dat is allemaal gebundeld tegenwoordig. Ja, maar je krijgt het toch van de huis? Of je koopt het bij de huis? Ja, maar ja, die zit in heel Nederland, hè? Ja, zelfs in het buitenland, toch? Ja, en op buitenland zitten ze ook. Maar die hebben centraal fabrieken staan. En die rijden gewoon een uur en dan zijn ze heel Nederland door. Ja. Dus niet meer hier, bij wijze van spreken, in Andel of iets dergelijks. Nee, dus maar ik bedoel eigenlijk dat de soja uit Amazone, ja, ten koste van de bossen daar, dat zijn jullie ook niet zo mee eens. Oh, nou, dat ze bossen ontkappen, ben ik niet mee eens. Maar soja heb ik wel nodig. Ja. Als ik een goede melkwift wil hebben, dan heb ik mijn soja nodig. En we zijn in Nederland nog niet zo ver dat we die hier kunnen telen. Ja, het kan wel, maar dan heb je nog maar 2 ton opbrengst. En je zal nou 5, 6, 7 ton moeten om het rendabel te maken. Ja, ze zijn al bezig om soja in Nederland te telen. Oh, nee, eiwitten, bonen of soja. Ja, veldbonen. Ja, er wordt over nagedacht en geëxperimenteerd om een ander soort van eiwit te creëren in Nederland. Een ander soort veevoer. En dat gaan we komen, ja? Maar nog niet per direct. Nee, oké, ik snap het. Mieke, we hebben ooit op een gegeven moment kan de buurman te koop, zei je toch tegen mij, hè? Van Laura Leijzer. Mm-hmm. Die hebben jullie gekocht toen, die boerderij. Ja. Dan heb je een bed and breakfast van gemaakt. Ja. Ja, toch? Ja, bed and breakfast. Ja. En een camping. Dus daar hebben we genoeg activiteiten altijd. Ja? Ja. En het loopt als storm. Ja, het is veel bezet. Hoge bezettingsgraad. En enthousiaste mensen die er komen. Veel vakantiegangers, ook wel eens werkmensen, hè, die hier in de buurt ook werken. Je hebt ook arbeidsmigranten onderdak. Dat gebeurt soms ook. Ja, en dat is ook mooi, hè, mensen uit alle landen die daar dan ook voor langere tijd soms verblijven. Ja. Maar ik denk toch wel 90% echt vakantiemensen. Zijn chalets of wat zijn daarvoor? Ja, er zijn lofts hebben we staan en lotjes hebben we staan en we hebben chalets. En de bed and breakfast, dus we hebben keuze genoeg. Allemaal op het boerenerf dan? Allemaal op het boerenerf, ja. En die mensen vinden dat prachtig. Ja, we zitten natuurlijk ook in zo'n mooie streek. Er is zoveel te doen. We zitten vlak bij de Biesbos, we zitten vlak bij de Efteling. We zitten in de grote steden kunnen we zo bezoeken. Drunense Duinen, voer het allemaal maar in. En we kunnen hier heerlijk fietsen en wandelen. Ja. Dus ja, dat is voor veel mensen is het ook een oase van rust. Ja. En om hier te zijn. Dat was het idee van jou om daar het bed te brengen. Ik heb altijd gezegd van, ik heb er wel een, nou, dat krijgen we wel ingevuld. Ja, ik hoefde daar niet per se te gaan wonen, maar ik kreeg het wel ingevuld. Ja, ja. Ga je nog uitbreiden of zo, gezien de belangstelling? Ik zeg altijd nee, dat gaan we niet meer doen. Je zegt nee, maar je doet wel volgend jaar. Nou ja, dat is wel eens een dingetje. Ja. Ja, een dingetje. Ja, ja. En we worden natuurlijk toch, we worden niet jonger. Nee, dat is waar. En dus dat is wel eens een keer een uitdaging om het dan op een goede manier in te vullen. Ja, ja. Maar ik bedoel, we komen even bij de afnemers van jouw Rauwbergse kaas komen dan terecht. Hè? Albert Heijn is de... Ja, dan moet ik heel even, toch even iets recht zetten. Albert Heijn die heeft tegenwoordig gepasteuriseerde kaas. Niet meer van jullie? Jawel, wel van ons. Maar wij kunnen rauw melk maken, maar we kunnen ook gepasteuriseerd maken. Hoe komt dat dan? Nou, Albert Heijn die gaat voor voedselveiligheid. En in deze tijd hebben ze wel eens recalls op een breed gebied, ook met kaas. En dat willen ze niet meer, laten we het dan daarop houden. En zodoende hebben ze gezegd, jullie moeten gepasteuriseren. Ja? En dat wil niet zeggen dat we dan echte fabriekskaas hebben, want er zit meer vet in. We gaan die melk verser verwerken. En als boer zijnde ben je dan ook redelijk slim om toch nog een lekkere kaas te maken. Ja. Dus dat kan je dan komen proeven in de winkel, bij wijze van spreken, of het echt nog zo is. Anders hou ik geen klantjes over. Maar dus wij, gedeeltelijk doen we nog rauw melks en gedeeltelijk doen we dan pasteuriseren ons melk. Het is even toch wel iets anders geworden. Voedselveiligheid wil te zeggen dat er bederf kan komen in rauw melk. Nee, er kunnen natuurlijk bacteriën ergens in komen. Niet in jou ook bacteriën volgens mij. Ja, dat snap ik. Maar in Nederland mogen we tegenwoordig geen ene verkeerde bacterie meer binnenkrijgen. Dat erg toch? En vroeger gingen we op vakantie naar Turkije. Ik zeg de eerste week, daar ging het wel, maar de tweede week allemaal bacteriën. Liep het verkeerd. Laat het zo zeggen. En in Nederland zijn we natuurlijk zo antibacterie dat we uit moeten kijken natuurlijk. Ja. En dat was ook bij Albert Heijn. Die hebben gezegd van, we willen geen risico lopen. Dus we stoppen ermee. Want jullie leverden 400 ton kaas per jaar aan Albert Heijn. Hè? Ja. Is dat nog steeds zo of is dat meer geworden? Ja. Nee, sorry, daar blijf ik bij.
Ja, dat is ja. De max. Is dat ja. Wel de max of zo? Ja, dat is de max. En we hebben nog meer andere afnemers waar we aan leveren. We zitten ook bij Lekker Brabant. Lekker Brabant, hier is in Brabantse producten, die worstenbroodjes en alles. En daar liggen we ook mee, door heel Brabant met onze kaas. Oh ja? Dus dat is ook weer prachtig. En daar staat jullie naam op? Ja, daar staat onze naam op. En, ja. En dat is de, we hebben dan de Genderense mix. En die noemen we voor Lekker Brabant, Brabantse mix. Ja. Okay. En dat is echt een mooie, rode, medertaanse smaak. Hè? Dus dat is leuk. Is dat die mix, is dat een uitvinding van jullie of bestond die al? Ja, die hebben we samen gecreëerd. Ja. Al die mixkazen, die bestonden nog niet? Nee. En je hebt er gewoon brandnetels erin gemengd en zo? En ja, niet geplukt, maar we hebben ze wel gespecialiseerd aangekocht. En die melanges, die worden dan gebruikt voor in de kaas. Dat is een idee van jullie? Ja, van jou. Sommige bestonden. Nou, ik wil even duidelijk iemand moeten... Nee, hou maar op een keer. Sommige bestonden, maar er is ook een gedeelte wat we zelf gecreëerd hebben. Ja, welke bijvoorbeeld? De Genderense. Genderense mix? Ja, de Genderense en mix. En we zitten precies in de andere boel, mensen moeten het even weten, in verband met de voedselveiligheid natuurlijk. Ja, wat zit erin? Wat zit erin voor mix? Er zit fenugreek in, er zit prei in, er zit wat pepertjes zitten erin, paprika en zeggen we wel eens... Dat is zo'n kaasmaker dat allemaal mengt, of hoe werkt dat precies dan? Ja, dan moet... hij krijgt iedere keer het recept van Mieke, dat moet je nou weer maken natuurlijk. Maar ja, dan moet het erin te krijgen, dat lijkt een hele helse klus. Ja, klopt. Nou, mooi. Maar ik kom ook regelmatig bij jullie, maar ook in de jouw streekwinkel, er komen veel migranten, noem ik het dan maar. Er staan veel migranten voor noten en zo, en voor kaas en weet ik veel wat. Boter. Ook roomboter? Ja, voor roomboter, ja. Dus jullie vormen ook nog een soort, hè? Ja. Oh, dat klopt. Ja. In principe, er komen heel veel Turkse en Marokkaanse mensen bij ons speciaal boter halen, die willen niet boter uit de supermarkt hebben. Die willen echte boter. Echte roomboter? Ja, echte roomboter. Specifiek voor de roomboter? Ja. Want ze maken alleen maar eten met roomboter. Ja, klopt. Ja, die gooi je gewoon een half kilo in de pan, mijn ziens, en dan gaan ze vlees in bakken. Heel verstandig. Dus die zijn lekker gezond bezig. Kunnen wij een voorbeeld aan nemen? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik zie ze wel staan. Ik denk van nou, dat is ook een markt. Ja. Of niet? Ja, dat is ook zo. Dat is ook al heel lang. Hè. Die kopen echt nog bij de boer. Die willen echt die eerlijke producten nog. Waar wij in Nederland het wel eens vergeten zijn, hebben hun het altijd nog vastgehouden. Die eerlijke onbewerkte producten graag eten. Ja. Of alleen maar eten zelfs. Goh, kunnen wij een voorbeeld dan nemen? Ja. Herman, kom je al even. Ik had in de vorige uitzending een biologische boer op bezoek. Nou. Hoe staat het met jouw kringlooplandbouw? De toekomst is de kringlooplandbouw, zeggen ze. Klopt dat? Ja, nou, dat ben ik het helemaal eens. He, kringlooplandbouw wel. Bio voor mij hoeft niet. Nee. Nou, het zal er maar ophouden. Als ik bio wil worden, moet ik 2 keer zoveel grond hebben. Ja, dat is voor mij niet rendabel om daar aan te beginnen. Nee. Maar wij willen wel op een andere manier naar kringlooplandbouw. En dat doen we eigenlijk, ja. In Brabant zitten we moeten onze stalsystemen aanpassen. Een beetje moeilijk woord, maar daar is iedereen mee bezig. Moet jij dat ook doen? Nog niet, want onze stal staat nog niet zo lang, maar we gaan het wel doen. Laten we het dan daar maar op houden. Dus wij willen eigenlijk de roosters dichtmaken waar de koeien overlopen in de stal. Ja. En dan willen we dan de mest af gaan schuiven, vloeren naspoelen. En dan hopen we toch 70 tot 90% ammoniak te reduceren. Hallo. Dus we willen wel eigenlijk een beetje proberen voorloper te zijn. Om voor Nederland qua veehouderij, ja, er zijn er meerdere natuurlijk, maar om een proefstal te hebben om te kijken van hoe ver kunnen we terug in de ammoniakemissie. Dus dat is eigenlijk de opzet en dan willen we ook... Dan moet je zelf betalen. Of krijg je een subsidie? Ja, er zit ook wel een subsidie aan vast, laat het zo zeggen. Maar daarnaast is het toch een hele stap, ook voor ons. En daarnaast willen we dan ook mest gaan vergisten. Dat is dan de volgende stap. Dus dan ga je weer biogas maken. Ja. En dan kun je ook weer een elektromotor op laten draaien, stroom terugleveren aan het net. En de warmte van die elektromotor kunnen we dan benutten in de kaasmakerij. En dat kunnen we hebben nou 40.000 kub gas, dus dat is redelijk veel. Daar kunnen we dan helemaal vanaf. Nou, ik bedoel, dus je zit ook met de energiecrisis of heb je een vast contract? Ja, nou, dat loopt nog een paar jaar, maar ik heb nog steeds een goede gascontract, laat ik het allemaal houden. Ja. Maar in de toekomst gaan we naar duurzaam, redelijk energie-neutraal. Ja.
Want eigenlijk de laatste stap naar het vergisten en die elektriciteit en de warmtebenutting, willen we dan eventueel ook nog kunstmest maken van de mest. Dus dan zouden we geen kunstmest meer aan hoeven te voeren en hebben we onze eigen kunstmest om ons land te bemesten. Nou. Dus dat zou de laatste stap zijn. En denk je allemaal over na? Of samen aan de keuken? Ja, nee, samen. Daar hebben we eigenlijk, ja, nou, er waren mogelijkheden en dan hadden we iets van, als we een stap willen zetten, dan moeten we dat nou nog doen. Ja, maar en we hebben een oude leeftijd nog. Ja, oké, okay, maar je zegt zo'n mes vergist. Hebben die kost wel een ton of twee ton of drie ton? Of? Ja, hou maar op twee ton. Twee ton? Ja, ja, maar ja, daar komt er dan weer wat randartikelen bij en al die gekkigheid natuurlijk. Maar, de investering? Ja, dat is een hele investering. Ja. Maar ja, als je hem gewoon zit te berekenen natuurlijk, en dat doen wij ook, laat ik het zo zeggen. Ja, je wil niet te veel risico als bedrijf zijn te lopen. Maar je moet wel naar duurzaam en circulair. En op deze manier willen wij dan duurzamer en circulairder worden. Ja. En ja, dat is eigenlijk een belangrijke stap voor ons. En dan denken jullie elke avond over na? Nou, elke avond moet je niet doen. Je moet er af en toe eventjes je hoofdje leegmaken natuurlijk. Maar hoe doe je dat? Daar hebben we wel avond over nagedacht. Ga je dan wandelen? Ben je bed en breakfast? Even een wandelingetje maken in je bed en breakfast en weer terug. Ja, dan is je hoofd leeg. Ik pak altijd de auto hoor. Maar, jij pakt de auto? Mieke. Ik kan niet zo hard lopen als Mieke. Mieke, jij loopt dan een bed en breakfast. Neem ik al of niet? Nou, de auto die begon wel. Ja, meestal stapt ze bij mij in. Ja, toch wel. Ja. Ja. Nee, nou. Nee, ja. Maar de circulaire landbouw. Ja, we moeten stapjes doen. Hè? Ook, ja. Ook voor de natuur. Ja, de natuur is overdreven zeker dan. Want de stikstof van ons komt maar 30% in de natuur. Maar voor het wereldplan, qua stikstof en alles, ja, moeten we ons bijdrage leveren. Ja. Ook als landbouw zijn. Maar dat is een mooie vernieuwing dan, innovatie met zo'n mestvergister. Zelf die je mest vermest. Ja, ja. Vergisten, groene stroom, groen gas. Ja, we hebben natuurlijk mest in ons putten zitten, alle boeren. We kunnen zoveel als we zouden willen, heel Nederland, laat het zo zeggen. Maar dan moeten wel dadelijk aangepakt worden en er moet eruit komen. Ja, dan al die boeren een beetje op deze manier ondergaan kunnen. Ja, dus betekent dat eigenlijk dat elke boer een mestvergister mag kopen? Nou is je pas rendabel met 400 koeien. Maar voor hetzelfde kan ze dadelijk mestvergisters voor 100 of voor 200 koeien bouwen. Ja, okay. Als in heel Nederland vraag naar is en het zou goed voor het milieu zijn, zou het dan een optie zijn. Ja, maar die kun je ook nog leveren aan Genderen. Die inwoners van Genderen zullen jou dankbaar zijn. Kan je een speltje van Genderen? Ja, speltjes heb ik niet nodig. Nee? Nee hoor, nee. We doen alles voor het goede samen zijn en alles. Nee, speltjes heb ik niks aan. Maar je hebt wel een prijs gekregen voor je kerstpakket, hè? Ja. Toch? Ja. Was dat een verrassing? Ja, we vonden het wel superleuk. Je was erbij? Daar in, dat was in Houten? Nee, ze kwamen hem brengen, de prijs. En in Houten was het op de food specialiteitenbeurs. We hadden meegedaan aan de wedstrijd. We hadden een van de 22 deelnemers waren we. En zeggen, wij doen mee en we gaan ervoor. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En op die beurs, joh, er stonden zulke mooie pakketten. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ik weet het niet. Nee. Maar daar kwamen ze aan, een paar dagen later, ja? Met de trofee. Want, wat maak je ook pakketten speciaal? Ja, nou, we proberen altijd voor iedereen wat erin te hebben. En een heel compleet pakket te maken. Dus dat er wat blijvends is. En natuurlijk onze mooie producten van eigen bedrijf, de kazen. Maar ook de versgebrande nootjes, dus een hele scala. En natuurlijk de uitstraling, hè, de look, alles tot in finesse. En fantastisch. Ja. Heel team blij, wij blij, allemaal leuk. Ja. Ja. Heb je nog last van die stikstoftoestand of niet? Ja, nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje verteld in zoverre. Tot nu toe nog niet. Maar als wij natuurlijk, komend jaar ben ik van plan om die stappen te gaan zetten. Ja. Ja, dan hebben wij geen last meer. Maar de overheid moet dan wel mee willen werken. Ja. Wij willen kunstmest maken. Maar dan moet de overheid wel accepteren dat die laatste stap kunstmest is. Hè? En dat het geen drijfmest is gebleven. Nee. Die kant moeten we op. De overheid moet ons ook ruimte geven om te innoveren en dingetjes te benutten. Dat is gewoon belangrijk. Ja. Anders gaan we het niet redden. Boeren hebben een toekomstvisie nodig, roepen ze dan al. Maar word je niet gek van al die regels die weer opgelegd worden? Vandaag krijg je een regel opgelegd, volgende week weer, over een maand weer en zo. De boeren worden er kwaad op. Ik kan me dat wel voorstellen, toch? Of niet? Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, want in principe, de eerste geluiden waren dat 70% bijna van de boeren weg moesten. Of 50%, laten we het dan daarop houden. En als je bij natuurgebieden ziet en je weet, ik moet weg hier.
ja, dan slaap je niet meer. Nee. Hè? En wij zitten hier nog in een leuk gebiedje, land van Us en Altena, dat is iets anders. Hè? Dus ons raakt dan eventueel, wij moesten ook 50% terug, officieel gesproken, maar die kaartje is weer van de bodem verdwenen. Ja? Ja, nee, de kaartje is weg natuurlijk. Ja. Maar we weten met z'n allen niet welke kant we op moeten in Nederland. Maar wij hebben zelf altijd iets, er is altijd weer ruimte. En anders moet je de ruimte op een of andere manier pakken. Ja, er zijn ook veel boeren die het is tegelijk dat we als boer zijnde allemaal er tegenin gaan. Want het kan niet dat dit zo gaat gebeuren. Nee. Er moet ook voedsel geproduceerd worden op de wereld. Het kan wel leuk en aardig zijn, maar dan hebben wij als Nederland ook een bijdrage aan te leveren. En dan kunnen wij hier wel te veel stikstof in Nederland hebben. Ja, dat kan niet anders. We moeten een uitzonderingspositie hier hebben. Want als je ziet, er komen ieder jaar 200.000 migranten. Alles breidt uit, alles wordt groter. Dus de stikstofbehoefte is hier groter dan in andere landen. Nou, die komen allemaal in jouw winkel. Dus je moet de winkel weer uitbreiden. Nou. Streekwinkel. Nou, ik denk dat dit het einde is van het gesprek met Herman en Mieke van den Heuvel van de kaasboerderij De Lange Hoeve in Gendren. Blije boeren ook. Dank je wel voor jullie bezoek aan de studio. En succes met het bedrijf. Nou, dankjewel Piet. Dankjewel Piet.